Vandaag ben ik een van de 50.000 reizigers die HTM dagelijks vervoert. En sinds kort hebben ze ook elektrische bussen. Ik ben heel erg benieuwd naar dit bedrijf die staat voor diversiteit. Hugo, wat kan jij mij vertellen over HTM als werkgever? Nou, HTM is een echt Haags bedrijf met een lange historie. Waar medewerkers ontzettend trots op zijn om er te mogen werken. De meeste van onze collega's die wonen hier ook gewoon in de buurt. We zijn een ontzettend divers bedrijf. En je krijgt hier erkenning en waardering voor wat je doet. En daar komt bij dat we je ook nog een goed salaris betalen. Dus bij HTM zit je goed. Nou ben jij recruiter bij HTM, dus dan kan je me vast vertellen wat de functiemogelijkheden zijn hier en misschien ook de doorgroeimogelijkheden. Ja, nou, we zijn een ontzettend divers bedrijf en er zijn verschillende mogelijkheden om je te verdiepen of te verbreden. Vanuit het vak van buschauffeur zou je bijvoorbeeld kunnen kijken naar functies bij de planning of bij de dienstindeling. Maar we zijn natuurlijk nog veel groter dan dat, dus je kan ook denken aan kantoorfuncties of een functie bijvoorbeeld in de techniek. En wat maakt het nou zo leuk om bij een vervoersbedrijf te werken? Ja, dat vind ik een goede vraag. Nou, ik denk dat het ontzettend mooi is om bij HTM en in het openbaar vervoer te werken, omdat we een ontzettend belangrijke functie dienen hier in de stad. Je ziet dat door verstedelijking en omdat we graag willen verduurzamen, dat het OV een steeds belangrijkere functie krijgt. We groeien ook nog steeds in reizigersaantallen en het is ontzettend mooi om daar een bijdrage aan te kunnen leveren. Ronaldo, onze buschauffeur van vandaag. Superleuk dat ik met jou even een rondje mee mag rijden. Trouwens, echt een hele gave bus. Ik zag van alle gemakken voorzien. Ja, we hebben USB-laders, zodat je onderweg je telefoon op kan laden. En dit is natuurlijk een elektrische bus. Ja. Dus we hebben er 8 totaal, gericht naar de toekomst. Op den duur worden alle bussen vervangen voor elektrische bussen. Wat maakt het werk als buschauffeur voor jou nou zo leuk? Nou, gewoon de werksfeer en je rijdt toch in je eigen stad, hè. Ik kom zelf uit Den Haag. En als de passagiers me iets vragen, dan weet ik daar wel antwoord op te geven. En wanneer ben je nou een goede buschauffeur? Een goede buschauffeur, dat moet natuurlijk klantgericht zijn. En die moet ook veilig kunnen rijden. En op tijd zijn. En op tijd natuurlijk. We hebben een systeem dat laat zien of we te vroeg of te laat rijden. Als we te laat zijn, doorrijden waar het kan. Maar natuurlijk niet regels overtreden.